Ja, mensen. Lekker aan het chillen. Met José Junior. Het zijn altijd momentjes, hè. Ik weet altijd nooit zo goed of ik dit allemaal wel moet filmen dan. Of niet? Ja. Dat weet papa niet, maar... Deze gaan we toch doen. We gaan even doen, Mike, mens. Ja, ik denk het ook. Mijn papa die had dat een beetje als dingetje. Nike's kopen is toch ook een beetje vader en zoon ding, hoor. Als, ja. Welke wil je? Even die wel mooi, hoor. Met die blauwe? Of niet? Zijn wel dik. Nou, dan zei ik tegen die meneer, doe maar even een maatje. Hallo, klanten. Oké dan. Wat een eikel of niet? Of zou je dat niet zeggen over die jongen? Zeker niet. Oké dan. Een paar Nike's voor die jong. En met dat donkerblauw, ik vind dat wel heel cool. Welke maat? 37,5 heeft hij. Ja? Oké. Okay. Ik hoor net dat hij er niet meer is. Is hij er niet meer? 38? Ja, 38 mag ook toch, Mas? Hij is er wel. Het is je geluksdag, man. Jouw dag kan niet meer kapot. Ja, het is maat 38. Ja, super. Maar ze is net bij de kapper geweest, dames. Hij heeft zich even geschoren. Kijk. Ja, toch? Zijn moeder zegt, neem hem even naar de kapper. Maar dat wijf bedoelt gewoon natuurlijk. Koop even een paar schoenen voor hem. Zit hij goed? Nou, dan kun je ze gelijk aanhouden. En dan kunnen deze weg. Ik ga even de andere halen, ja. Ik kan gelijk aanhouden, Mats. En deze kun je weggooien. Hij moet even een korte broek voor hem en een t-shirtje van Nike. Ja. En dan ook een beetje met dat blauw-wit. Daar zijn ze. Sorry? Daar zijn ze. Zal ik even kijken? Ja, blauw-wit. En dan maat, kun je het zo op het oog een beetje zien? Jij eet snel, man. Of ben je nog niet klaar met eten? Oké dan, je moet wachten. Ik dacht, dat is ook niet iets voor op een filmpje te zetten. Maar je weet dat mannen die snel eten, die zijn ook in 30 seconden klaar in bed, hè? Of ben jij een beest? Dat is geen goede reclame voor die kerel. Maar ja, doe maar. Maar doe je ook gelijk even die kleren uit? Ja, ik moet weer goed maken dat ik hem gisteren naar huis heb gestuurd. Met zijn patatje op het plein. Nou, daar heb ik geen spijt van. Ik vind het echt niet leuk als hij daar rondhangt. Nee, hij moet wel van Nike zijn. Ja. Je kan niet met een Ferrari pet lopen in een Mercedes, toch? Of wel? Ja, het is wel lange mouwen. Nee, je moet echt een t-shirtje. Anders een wit shirtje met een blauw broekje. Zo'n broekje, wat daar hangt. Kijk, dit is donkerblauw. Deze. En hier zo'n Nike shirtjes. Ja, en dan die shirtje erbij. Ja, perfect. Even kijken hoor. Oh, dan heb je in twee, is dat twee voor dezelfde prijs? Ja. Oh ja, en als je één koopt, je hoeft niet twee te kopen. Hoeft niet. Oh, oké, dan doen we dat niet. Dit is maat 17. Nee, doe maar twee dan. En dan wil ik hem ook in het groen. Nee, zo is goed. En dan die korte broek erbij. Doe maar gelijk aan, Pik. En dan ook in het... Deze moet ik wel eerst even bij de kassa afrekenen. Ja, dat kan. Dus, dan kan je het daarna aan doen. Ja. En in dat groene... Of ik vind die witte broek ook wel mooi, Mats. Ja. Ja, dan doe je zo'n witte broek erbij en nog een... Weet je welke broekmaat je hebt? Ongeveer?
Ik heb honger, jongens. Ja, dat kun je zo zien. Doe maar aan. Die is wel goed. Ja. Maar onder deze? Nee, deze doen we met die blauwe. Nee, dat is te groot. Dat is te groot. Ja. Doe maar deze met die blauwe gewoon. Dan heb je outfitje compleet. Kijk, daar hangt die blauwe. Die blauwe wil ik erbij en nog een shirtje erbij. En dan heb je alleen die rode en die blauwe shirtje? Voor Nike wel, ja. Oh, voor Nike wel. Nou, doe je bij dat witte broekje dat rode shirtje? Ja. Ja? Ja, toch. Nou, doe maar snel omkleden. Of nee, breng het even naar de kassa. Kassa die dingen eraf halen. Ik kan papa even afrekenen. Sorry? Nee, ja, doe maar een tasje. Ook voor die kleren, want hij gaat ze gelijk omkleden hier. Heb je voor mij ook dezelfde als hem, of niet? Ja. Kijk. Doen we dezelfde outfitje, Mats. Dan kleedt papa zich ook gelijk om. Kom gewoon weer als brothers de deur uit, vriend. Ja, toch? Kijk eens, hier hangen broekjes. Oh, die zijn ook heel cool, maar dat is van Puma. Jammer. Dan moet ik deze hebben. Zou ik iets mogen vragen? Ja, tuurlijk, Pik. Mag ik met je op de foto? Ja, waarom dan? Ik herken u. Oh, oké. Okay. Nou, dat gaan we doen. Dat is goed, toch? Ja, nee, dan doen we dat even, man. Ik zie je vaak voorbij komen op TikTok. Dus ik liep langs en ik dacht, ik toch kijken. Ja, nee, dan gaan we dat gewoon doen, jongen. Hoezo? Oké, dan. Hey, rustig, hè. Hey, maat, hoe is het? Ja. Ook even op de foto? Ja, Kom maar, gaan we ook even op de foto. Wel lachen, hè? Je kijkt zo, moet dat voor papa zeker? Ja. Helemaal top, helemaal top. Nou, ik heb hier een broekje erbij. En dan moet ik een L hebben. Mevrouw, heeft u voor mij dit broekje een L? Bij dat shirt? Kan ik voorkijken? Als je daar niet hangt, dan een L. Ja, anders een XL of een M. Het gaat er helemaal om dat wij er hetzelfde uitzien, hè? Op deze leeftijd vindt hij dat nog niet zo erg om een beetje op zijn vader te lijken. L. Tot M. Tot M? Ja. Nou, doe maar M dan. Lekker strak, heb ik een wielrennerbroekje, toch? Hij is nog een keer lang. Ja, ja. En dat vindt mijn vriendin ook wel sexy, hoor. Dan weet ze gelijk hoe laat het is. Wat zegt papa allemaal? €183,05. €183? Papa heeft nog wel een paar elastiekjes bij hem, dus. Zegt hij. Kijk, 100. 150. 200. Heb je daar niet gewoon nog 5 cent bij? Nee, heb ik niet. Doe maar gewoon rekenen hoe jij het wil rekenen. Jawel hoor. Maak het voor iedereen makkelijk. Dan gaan we gelijk omkleden, Mats. Als dat mag hier. Zeker. Ja. En dan blauw-blauw, hè, komen we eruit. Papa, heb ik al die kleuren, weet je wel? Waarom dan? Omdat het Ajax is. Nee. Papa houdt best wel veel van Ajax. Maar blauw. Oh, snapte? Ja. Ja, ik snap het. Ja. Ja, ik wil ook wel een pet nog erbij, maar weet je wat het is?
Je bent naar de kapper geweest, man. Dat is helemaal niet nodig. Dat ziet er hartstikke goed uit zo. €16,95. Ja. Hier, dan kun jij mooi dat wisselgeld pakken. Pak maar. Steek maar in je tasje. Kun je patat halen met je vrienden. Eikel. Ik ken niet, hè? Papa heeft al die patatjes in de prullenbak gegooid. Ja. Maar deze keer, wat heeft papa tegen jou gezegd? Wat ga je deze keer doen? Binnen zitten. Binnen zitten. En netjes opeten. En de papieren in de prullenbak. Ja. Juist. Het is niet moeilijk. Alle kaartjes eruit. Ja, het is altijd even een puzzelwerkje. Ja. Maar volgens mij zit hier weer geen één in. Dus... Maar die mag je ook weer afknippen, hè? Ja, dat zal ik zo dan even doen. Ja. Dus alle labels. Dus je mag het hier extra strak op. Dat moet wel hier in die achterstandswijk, hè? Precies. Ze zijn gek op Nike, hè? Dan een beetje veiligheid. Dan nemen ze zo'n vriestasje mee, hè? Ja. Dan gooien ze dat stiekem in de tas. En dan pak je het zo. En dan gaat dat alarmpje ook niet af. Ja. Nee. Of al kaartjes vanaf? Wat zegt u? Of al de kaartjes vanaf? Ja, alles eraf. Allemaal alles eraf. Ik zeg je heel eerlijk, ik trek ze altijd eraf en soms trek ik gelijk een gat erbij in. Dan ben ik altijd zo enthousiast als ik nieuwe Nike's heb of iets. Ik slaap ermee, hè? Ja. Ja, nee. Maar dat vertel ik aan helemaal niemand, hoor, want ik schaam me daar een beetje voor. Maar... Ja, ieder is een ja, dat is heel erg. Of ik nou nieuwe Nike's krijg of een nieuwe Jaguar, het maakt voor mij niet uit. Ik ben allebei even blij. Ik heb hier alvast een bon. Bon hoeft niet, hoor. We komen niet meer terug voor deze. Je gaat er toch weer in voetballen en met voetballen en... Dat eten op het plein. Hè? Dat is toch niet mijn broekje, hè, deze? Nee, ik schrok al, man. Nee, omdat ik een string aan heb, dan zie je die string er doorheen, weet je wel. Moet niet te kort worden. Snap je? Nou, een heleboel mensen blij dat hij dat Ajax pakje uittrekt natuurlijk. Deze was voor u? Ik krijg heel klap op school met dat pakje. Je bent hier wel in Groningen, hè? Ja, nee. Ja, gewoon terugrammen, hè? Ja. Oes. Dit is die van mij? Ja. Oh, dat is, ja, dat is super. Kleed je maar vast om, jongen. Papa komt eraan. Gaan we zo even een showtje weggeven. Dat is dan de knapste vader en zoon die daar als een ANWB-stelletje uitkomen. Nee, ja, dat is een vracht. Een dankjewel, hè. Ja, als je dat in een tasje gooit, dan gooi je zo dit ook allemaal nog erbij. En dan zijn we aan. Hé, hey, heb je die Nike's, heb je die ook in maat 45? Niet zeggen, hè, dat het dameschoenen zijn, dan gaat hij huilen. Hoes, maat, lukt dat? Ja. Goed zo, jongen. Papa houdt van jou, hè? Ja. Ja. Nou, wachten. Komen we tegelijk eruit. Zit het goed? Ja. Je hebt die blauwe aan, hè? Ja. Heel goed, jongen. Weet je, die van je vader die is iets te strak, man. Oh. Maar niet uit.
Kijk, die broek die zit ook wat strak, Mats. Kijk eens. Maar weet je wat het is? Ach, hij neemt hem gewoon, want volgens mij is het ook geen kleine mate. Moet hij toch maar weer een beetje afvallen, hè? En het kan net, het kan net. Kijk jongens. Met een topteam, of niet? Allebei hetzelfde. Helemaal goed. Nou mensen, ik ga je hangen. Mats, wil jij nog wat zeggen? Alles kan kapot, behalve wij. Oes. Oes, kus. Oké, dan. Mensen, fijne avond. Ik geniet hiervan. Hoes!